Gelderse streek de Liemers zijn er maar liefst 4 bewaard gebleven. Laat-middeleeuwse havenzaten. Rijswijk in Groessen, Magerhorst, De Duiven, Lowaard in Loo, Hamerde bij Westervoort. Enerzijds doen ze denken aan een kasteel. Anderzijds vertonen ze ook kenmerken van een boerderij. Het adellijke deel werd bewoond door een heer of ridder die recht van havenzaten had. Dat betekende dat hij zitting had in het bestuur van het gewest en minder belasting hoefde te betalen. Het boerenbedrijf, dat door een boer werd gepacht, zorgde voor het levensonderhoud. Zo gingen eeuwenlang adel en bedrijf hand in hand onder het dak van een havenzaten.